Dunja is een heel rustig, zacht, lief meisje. Ik vind Eva een heel bijzonder mens, omdat ze is heel sterk en heel erg positief. Je zou maar een hekel aan elkaar hebben, dan moet je ook nog eens de vriendschap spelen en dat je elkaar lief vindt. En dan nog eens de scène en alles wat erbij hoort. Nee, gelukkig zit dat helemaal. Stel, je hebt een avond helemaal niks te doen of een middag niks te doen en je bent met een paar vriendinnen of met je mama thuis en je denkt, hè, weer niks op de buis. Dan ga je gewoon naar de bioscoop en dan kijk je gewoon Dunja en Daisy, die 17 april uitkomt.